We gaan vandaag de Sweet Dream Shell haken. Ik ga hem vandaag haken met de Candy kleur nummer 812. Dat is deze kleur. Die gaat van heel zacht gebroken wit naar zand, naar donkerblauw en dan naar lichtblauw. Ik heb een haaknaald maat 3,5 mm van Clover. Ik ga hem eruit halen. En ik ga hem vanuit de buitenkant van de bol haken, dat omdat de kleur anders niet goed zichtbaar is. Ik laat je even zien. Hier is de donkere kleur en de lichte kleur aan de buitenkant. En even kijken. Hier is het hartje. Als jij hem van binnenuit wilt haken, draai je de bol om en dan kan je hem er zo uithalen. Als jij hem van buitenuit wilt wikkelen, laat je met de bolle kant naar beneden staan en de dunne kant naar boven. En hier is het draadje. Dus je hebt twee opties, van binnenuit en van buitenuit. Ik ga deze even terugsteken in het hart van de bol. We gaan beginnen met 331 stokjes al hakend op te zetten. Goed, ik zet even aan de zijkant neer. Als je wil, kan je hem altijd wat lager plaatsen. In verband met afwikkelen gaat het iets makkelijker. Je zet als eerste een lus op de naald. Die trek je goed aan, zodat die vast zit. Die gaat nergens meer heen. Begin je met 4 lossen. 1, 2, 3 en nummer 4. Dan ga je terug naar de eerste lus en daarin maak je een stokje. Maar we haken gelijk een ketting in 1. Dus je steekt je naald onder 2 lussen door en je haalt de draad op. Nu maak je eerst de losse als zijnde aan de ketting en dan, dat is deze hier, hou die een beetje losjes, haakt niet strak. En nu draad de naald door 2 losse lussen en door 2 lussen. Nou heb je een stokje gehaakt in een ketting. Nu gaan we een derde stokje haken. Draad de naald en dan ga je terug naar die eerste losse die je gehaakt hebt. Dat zie je een klein veetje. Nou, onder die twee lijntjes door als het ware steek je haaknaald. De eerste kan altijd wat moeilijker gaan, maar nadien gaat het steeds makkelijker. Even kijken. Ik moet even goed insteken hier. 1, 2 en hoppakee. Zo. Dan haal je de draad onder de naald en haal je hem op. En dan ga je eerst weer de losse haken. Dus draad de naald door 1 lus. Hou de lus rustig, dus niet strak trekken. Draad de naald door 2 lussen en draad de naald door 2 lussen. Nu heb je het derde stokje in de ketting gehaakt. Draad omslaan, dan ga je weer terug naar die ketting hier die je gehaakt hebt. Ga je weer onder 2 lussen door. Draad de naald ophalen. Draad de naald door 1 lus voor de ketting. Draad de naald door 2 lussen en nog een keer door 2 lussen voor het stokje. Dan heb ik 4 stokjes. Nog een keer samen doen. Draad de naald terug naar die eerste losse die je gehaakt, dus die ketting. De naald onder 2 lussen door. Draad om de naald en ophalen, losjes laten. Draad de naald en je lus van je ketting gemaakt. En nu het stokje, draad de naald door 2 lussen en door 2 lussen. Zo haak je 331 stokjes en dan gaan we beginnen aan toer 2. Ik heb 331 stokjes gehaakt. En dan gaan we beginnen aan toer 2. Toer 2. We haken 4 lossen. Staat voor het eerste stokje plus een losse. En we draaien het werk. Eerste 3 lossen staan voor een stokje, dat is deze steek. En de losse is deze steek. Dus die sla je over. En in de steek erna, dus niet deze 2, maar deze, haak je een stokje in. Nu, draadje. 1 losse. Sla 1 steek overslaan en in de volgende een stokje. Eén losse. 1 steek overslaan en in de volgende een stokje. Een losse en dat blijf je eigenlijk herhalen tot en met de laatste steek. Dus 1 losse,
steek overslaan en in de volgende stokje. Dit herhalen tot het einde van de toer en gaan we toer 3 starten. Toer 2 is klaar en we gaan starten met toer 3. Je haakt nu 3 lossen voor het eerste stokje. 1, 2 en nummer 3. Draai het werk. En dan gaan we in alle steken een stokje haken. Dus in de lossen en in de ketting haken een stokje. In de ketting zelf, deze 3 staat voor dit stokje. In de ketting zelf haken we om de ketting heen. Je hoeft dus niet in de steek zelf te haken. Bovenop het stokje een stokje. En rondom de ketting van 1 losse een stokje. En weer in het stokje een stokje. En zo ga je door tot aan het einde van de toer. En dat doen wij nog even samen de toer afsluiten. En dan gaan we aan toer nummer 4 starten. Dus stokje op een stokje. En stokje in een losse ruimte. Stokje op een stokje. Zo dus. Toer 3 is zover klaar en we gaan starten aan toer 4. Dit is de basis voor het bloemetjesmotief. Je haakt 1 losse. Je draait werk. In de eerste steek, dus waar het eerste gaatje zit, maak je een vaste. Dus hier. Dan 2 losse. 1, 2. Dan sla je 1, 2 steken over en in de derde maak je een stokje, 2 lossen en een stokje. Zo, dan hebben we een V-steek. 2 lossen. Dan sla je 1, 2 steken over en in de volgende maak je een vaste. Nu gaan we weer herhalen. Dus 2 lossen. Sla je 1, 2 steken over en in de derde maak je een stokje, 2 lossen en nog een stokje, oftewel een V-steek. Dan 2 lossen. Sla je weer 1, 2 steken over en in de derde maak je weer een vaste. Nou, dit blijf je herhalen tot aan het einde van de toer. Toer 4 is klaar en we gaan starten aan toer 5. Toer 5. We haken 1, 2, 3 lossen, 4 lossen. Dat is 3 lossen voor het eerste stokje, plus 1 lossen om de ruimte te creëren. Dan draai je het werk. Nu gaan we de bloemetjes haken. Dan gaan we naar het V-steekje. En in het V-steekje gaan we een cluster van 3 stokjes haken. Dus eerst onafgemaakte stokje en dan ga je terug in de V-steek. Dan maak je het tweede onafgemaakte stokje. En nog eentje erbij zijn 3 onafgemaakte stokjes. Dan heb je 1, 2, 3, 4 lussen op de naald. Sla om en haal door. 1 losse om te zekeren en het tweede erbij om de afstand te creëren. Ga je weer terug in dezelfde V-steek en dan ga je het nog een keer herhalen. Dus het eerste onafgemaakte stokje. Het tweede onafgemaakte stokje en het derde onafgemaakte stokje. 4 lussen op de naald, draad omslaan en doorhalen. 1 om te zekeren plus eentje erbij om de ruimte te creëren. Dan ga je in dezelfde V-steek en dan maak je er nog eentje bij. Dus eerste onafgemaakte stok, de tweede onafgemaakte stok en de derde onafgemaakte stok. Heb je 2, 3, 4 lussen op de naald, sla om en doorhalen. 1 losse. En nu sla je de vaste over en dan ga je naar de volgende V-steek. En dan ga je dat weer herhalen. Dus 3 keer een cluster van 3 stokjes. Dus eerst haak je 3 onafgemaakte stokjes. Dan haak je alle 3 de stokjes samen. Eentje om te zekeren en eentje om de ruimte te maken. En dat herhaal je nog een keer. Dus eerste onafgemaakte stok, de tweede onafgemaakte stok en de derde onafgemaakte stok. 4 lussen op de naald, draad omslaan en doorhalen.
en dan maak je die twee losse. De eerste om de zeker en de tweede om de ruimte te creëren. Dan nog één groepje van een cluster van drie erbij haken. Dus het eerste onafgemaakte stokje, het tweede onafgemaakte stokje en het derde onafgemaakte stokje. Weer vier lussen op de naald en doorhalen en één losse. Nou, dit blijf je herhalen. Dus je slaat weer een vaste over en je gaat door naar de volgende V-steek. En dan maak je weer drie keer een cluster van drie in. Met twee lossen ertussen en aan het einde van de rit maak je één losse. Twee lossen, eentje onzeker en eentje om ruimte te maken. Nog een cluster van drie erbij. 1, nummer 2 en nummer 3. En vier lussen op de naald doorhalen. 1 om het zeker en 1 om de ruimte te maken. Terug naar dezelfde V-steek en dan maak ik het laatste cluster van 3. 1, 2 en nummer 3. 4 lussen op de naald en doorhalen. En eentje om het zeker. Nou, dit blijf je dus herhalen tot het einde van de toer. Ik heb hem afgemaakt en we gaan hem even samen afsluiten. Ik heb 1 losse gemaakt en we gaan in de eerste vaste van toer 4, dus de laatste steek in deze toer. Daar maak je een stokje in om hem af te sluiten. Oh, ik zit net onder een draadje hoor. Zo, dus deze toer klaar. En dan gaan we het starten aan toer nummer 6. 1, 2, 3 lossen voor het eerste stokje. Plus 1 om de ruimte te creëren. Nu draai je het werk helemaal om. En nu gaan we tussen... In alle losse ruimtes ga je een stokje haken en ertussenin altijd een losse. We hebben hier dus 4 losse, dus 3 los voor 1 stokje plus een losse om de ruimte. Dan ga ik naar de losse ruimte hier en dan maak ik een stokje in. 1 losse. Naar de volgende ruimte maak je ook weer 1 stokje in. Een losse. In de losse ruimte hier een stokje. En lossen en in de volgende losse ruimte. Dus tussen die clusters in haak je elke keer 1 stokje. Nou, dit blijf je herhalen en dan gaan we samen starten aan toer 7. Toer 6 is klaar. Even laten zien. Ik heb een stokje in de derde losse van de 4 waarmee je in toer 5 bent gestart. Wat we nu gaan doen is al toer 3 haken. En een toer 2 haken en dan zie je mij weer terug. Dus eerst nu weer alle stokjes in alle steken en daarna weer stokje lossen, stokje lossen, stokje lossen. Hierna zie je mij weer terug. Toer 9. We maken 1 los en draaien het werk. Bovenop het eerste stokje haak je een vaste. Dan in de losse haak je ook een vaste. Je mag er ook omheen haken als je wil. Ik haak hem liever in de losse zelf. Nu gaan we 1 losse ruimte overslaan. En in de tweede losse ruimte gaan wij 7 dubbele stokjes haken. 2 keer omslaan. Ik haak hem in de ketting zelf. Je mag hem er ook omheen haken. En dan maak je een dubbel stokje. Dus de eerste. 2 keer omslaan. Door de steken heen steken. Draad ophalen. Door 2 lussen. Door 2 lussen. Door 2 lussen is nummer 2. Dit is de derde. Nummer 4. 2 keer omslaan. Insteken. Doorhalen. Door 2. Door 2. Nummer 2 is nummer 5. Nummer 6 en nummer 7. Dat is het eerste waaiermotief klaar. Nu sla je weer 1 losse ruimte over. En in de volgende haak je weer een vaste. Nogmaals, als je het niet fijn vindt om in de steek zelf te haken, kun je er ook omheen haken. Herhaling. We gaan 1 losse ruimte overslaan en in de volgende maak je weer 7 dubbele stokjes. Sorry. Dus de eerste. De tweede dubbele stok. Dus echt 2 keer omslaan, insteken, ophalen, door 2 lussen, door 2 lussen en door 2 lussen.
Dat is nummer 3. Dubbele stok nummer 4. Nummer 5. Nog 2 te gaan. Dus nummer 6. En nummer 7. Nu sla je 1 losse ruimte over en in de volgende maak je een vaste. Nou, dit ga je herhalen tot aan einde toer. Ik heb hem zover afgehaakt. Ik ga samen met jullie nog even de toer sluiten. Wat ik dan doe is in de tweede lus van de 4 lossen die ik gehaakt heb om te beginnen met de voorgaande toer haak een vaste in. En in de derde lossen van de 4 haak ook een vaste in. Dan ben je begonnen en geëindigd met een vaste. Nu, 4 lossen voor het eerste dubbele stokje. Dan draaien we het werk om. En in de eerste vaste hier, dus niet daar, maar de eerste volgende vaste, haak je 2 dubbele stokjes. Dus je slaat 2 keer om de naald heen met draad. En dan ga je naar die vaste. Haal je draad op, draad omslaan, door 2, draad omslaan, door 2 lussen, draad omslaan, door 2 lussen. En nog eentje erbij, dus 2 keer om de naald slaan, weer terug naar die vaste. Draad ophalen, draad om de naald, door 2 lussen, draad om de naald, door 2 en door 2. Dan hebben we 2 dubbele stokjes. 3 lossen. Dan ga je de 4e stok opzoeken van de 7. 1, 2, 3, 4. En in de 4e maak je de vaste. 3 lossen. 1, 2, 3. Dan ga je naar die vaste hier tussen de 2 waaiertjes van 7 dubbele stokjes in. En daarin maak je weer 2 dubbele stokjes. Dus het eerste dubbele stokje. 2 keer omslaan, weer in dezelfde vaste. Het tweede dubbele stokje. 3 lossen. 1, 2, 3. En een vaste in de 4e dubbele stok. Dat is hier. 3 lossen. 1, 2, 3. 2 keer om de naald slaan naar de vaste. En daar maak je een dubbel stokje. En nog 1 erbij. Dan dus de herhaling. 3 lossen. Ga je naar de 4e stok. 4e dubbele stok van de 7. Daarin maak je een vaste. 3 lossen. 1, 2, 3. En 2 dubbele stokken in de vaste. Tussen de 2 waaiertjes in. Dus nummer 1. En de volgende dubbele stok. Dat is de herhaling. Dus dan ga je weer een vaste maken in de 4e stok. Met 3 lossen. Eerst natuurlijk een vaste. 3 lossen en 2 dubbele stokjes in de volgende vaste. Dat haak je door tot je nog maar 1 vaste aan het einde over hebt. Ik heb een dubbele stok, 2 dubbele stokken in de ene laatste vaste. En hier is die laatste vaste. En daar maken we nog even een dubbel stokje in. Hier. En nu. 1, 2, 3, 4 los als eerste dubbele stok. En dan ga je tussen die 2 dubbele stokken hierin ga je haken met dubbele stokjes. 4 stuks. Dus nummer 1. De volgende erbij. Dus gewoon er tussenin. 2. 3. En nog eentje erbij. Is nummer 4. Dat is dus een half waaier plus 1, want je hebt een oneven aantal. Ga je naar die vaste en daarin maak je een vaste. Dan ga je naar de dubbele stokje en dan ga je er weer tussenin haken met 7 dubbele stokjes. Door naar de vaste en daar maak je een vaste in.
dan ga je door naar de volgende. Dat is dus de herhaling, hè? Dus 7 dubbele stokjes tussen de 2 dubbele stok van de voorgaande toer in. Dus nummer 2, 3, 4, 5, 6 en nummer 7. Ga je naar de vaste van de voorgaande toer en dan maak je de vaste in. Dit blijf je herhalen. 7 dubbele stokjes ertussenin en een vaste boven de vaste de voorgaande toer. En je eindigt de toer met 4 dubbele stokjes in tussen de 2 stokjes in, dubbele stokjes in. En een dubbel stokje op de laatste dubbele stok van de voorgaande toer. Maar dit stukje gaan we nog even samen doen. Voor nu 7 dubbele stokjes tussen de 2 dubbele stokken van de voorgaande toer. Vast in de volgende vaste is de herhaling. En dan gaan we samen de toer afmaken. Zoals beloofd gaan we samen afmaken. Hier is mijn laatste dubbele stokjes. Daartussenin maak je dus 4 dubbele stokjes tussen de laatste set van 2 in. Dat is nummer 2. Nou, ik krijg een nieuw kleurtje. Dat is mooi. Dus nummer 3. En de vierde erbij. Dus tussenin die 2 stokjes in. Dubbele stokjes in. Op de allerlaatste zoek je de vierde lus op. Dus 1, 2, 3, 4. En daarin maak je nog een dubbel stokje. Probeer hem onder de 2 lussen door te haken. Hier krijg je een mooi strak geheel. Zo. Hier zijn we nu. Je draait het werk om en maakt 1 los. Die heb ik al gemaakt en we gaan starten toer 11. In de eerste 2 dubbele stokjes haak je 1 vaste. Dus hier 1 en in de volgende eentje. Nu 3 lossen. 1, 2, 3. En in de vaste van de voorgaande toer haak je 2 dubbele stokjes. Dus nummer 1. En nog 1 erbij is nummer 2. Nu 3 lossen. 1, 2, 3. En dan zoek je de vierde dubbele stok op van de 7. 1, 2, 3, 4. En daar maak je weer een vaste in. Dat is de herhaling. Dus 3 lossen. En 2 dubbele stokjes in de vaste van de voorgaande toer. En dit is nummer 2. 3 lossen. 1, 2, 3. Een vierde dubbele stok van de 7 maak in de vaste. En zo ga je door. Dus weer 3 lossen en 2 dubbele stokjes in de vaste van de voorgaande toer. Dus nummer 1 en nummer 2. 3 lossen en een vaste in de vierde dubbele stok van de voorgaande toer. Dit herhaal je en dan zie je me terug aan het einde van de toer en dan maken we die samen af. Ik heb hem doorgehaakt tot de laatste 2 dubbele stokjes in de vaste en 3 lossen. En dan gaan we hier nog samen de toer afmaken. Zoek je de vierde stok op en daarin maak je een vaste. En dan zoek je de vierde lus op van die 4 lossen die je opgehaakt hebt. En in de vierde lus maak je ook een vaste. Volgende toer, 3 lossen. Draai het werk om. Maak je in de volgende vaste, dus niet in deze, want daar staat die 3 lossen voor. In de volgende vaste een stokje. Nu ga je over om alle kettingen heen 3 stokjes haken. En tussen de dubbele stok in, de 2 haak je 1 stokje. En in de vaste haak je 1 stokje. Dus om de 3 losse ketting haak je 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. En tussen de 2 dubbele stokjes in haak je ook 1 stokje. Dan ben je bij de volgende ketting van 3 losse. Dan haak je ook weer 3 stokjes omheen. 1, 2 en nummer 3. En in de vaste een stokje. Nou, zo ga je door. Tot het einde van de toer en in de laatste 2 vaste haak je ook weer ieders 1 stokje. En 3 stokjes om de ketting heen.
1, 2, 3. En een stokje in de vaste. Dit blijf je herhalen tot het einde van de toer en dan zie je me weer terug. Hut. We zijn hier aan het einde gekomen. Ik heb hier nog één steek over. Ga ik je even laten zien hoe je dat moet afronden. Dus in die laatste vaste hier haak je nog een vaste. Dus in die hoeksteek. Sorry. Ik heb hem even iets te strak gehaakt, zie ik. Hier. Daar haak ik een stokje in. En dan is de toer klaar. Nu verder uitleg. Ik ga niet alles met je haken, want dit is eigenlijk de herhaling wat je gaat doen. Je gaat nu weer één toer met stokjes zoals in toer 2 haken. Dus stokje losse stokje. En dan daarna één toer met stokjes. En dan start je van toer 4 uiteindelijk tot en met toer 15. Dat zijn deze twee erbij, hier bovenop. Dat ga je dus herhalen. Dus van hier, deze ruimte, tot en met dit. Om even met de camera mee te gaan. Dit stuk ga je nu hierboven haken. Als je dat gedaan hebt, ga je als laatste nog één keer deze sectie hier aan die kant bij haken. En dan gaan we rondom met de granny steek haken. Dus voor nu eerst toer 2 en toer 3 hierboven herhalen. En dan ga je door met toer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en dan weer 14. En 15. Dus dat stuk ga je nu herhalen. En daarna nog één keer dit motief met stokjes eindigen. En dan gaan we de rand afmaken. Nou, ik heb de laatste herhaling gedaan. Dat is van hier tot hier nog een keertje. En daarna nog de rand met de bloemen die hier in het begin zit. Dat heb ik aan het einde nog een keer gedaan. Plus nog één toer volledig met stokjes. Wat we nu gaan doen is kops op de kant naar beneden, naar de onderkant langs. En dan langs de andere kopskant langs, hierboven langs en daar sluit en dan nog twee keer rond. Dat doen we met de granny steek. Als jij een andere steek wil, mag zeer zeker. Ik ga de granny steek laten zien, die is ook geschreven in het patroon. En we gaan gelijk hierboven in de hoek starten en we gaan langs de korte kant beginnen. Hier zijn we geëindigd met één toer stokjes nog bovenop de stokjes losse stokjes. We gaan nu starten met drie los als zijn het eerste stokje. 1, 2 en nummer 3. En in diezelfde plek hier maken we nog twee stokjes erbij. Dat is de hoek. In de hoeken moeten twee keer drie stokjes gescheiden met twee lossen. Maar we gaan hier in deze hoek niet starten met drie stokjes, twee losse, drie stokjes. Maar we gaan hier alleen starten met drie stokjes. We gaan de terugweg hier eindigen met nog eens drie stokjes erbij, plus twee lossen en sluiten met een halve vaste. Goed, wat we nu gaan doen, we gaan eerlijk netjes over de rand hier verdelen met drie stokjes in open ruimtes. Nou, we gaan dus deze toer overslaan en we gaan in de volgende toer waar een gat is, gaan wij drie stokjes haken. 1, 2. Je mag hier een losse tussen maken als je het wil. Ik doe het niet. Ik ga door naar de volgende ketting. Hier is weer een toer, die sla ik over. En in de volgende toer ga ik weer drie stokjes haken. 1, 2 en nummer 3. Nou, die sla ik over en dan ga ik hier de volgende drie stokjes haken. Nou, zo verdeel je het netjes, zodat de toer niet gaat trekken. Je moet natuurlijk niet krimpen aan de korte kant. Maar gewoon netjes de drie stokjes verdelen. Probeer een mooi plaatsje ervoor te vinden. En zorg er altijd voor dat je een minimale ruimte overslaat dat de granny steek breed is. Dus dit is bijvoorbeeld een vingerkootje breed. Dan sla je ook een vingerkootje over. Nou, ik ga hem hier bovenin de dubbele stok doen. Hier. Daar ga ik ook drie stokjes in haken. 1, 2
nummer 3. Dan ga ik door naar deze hier. Maak ik daar 3 stokjes omheen. 1, 2 en 3. Nou, ga ik hier 3 stokjes inhaken. 1, 2 en nummer 3. Hier 3 stokjes. 1, 2 en 3. Mooie ruimte zoeken. Hier 3 stokjes. Dat is die plek waar die vaste zit van de toer. 2 en nummer 3. Hier 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. Ben ik weer aangekomen bij die dubbele stok. Dan haak ik weer in de top van de dubbele stok weer 3 stokjes. Haak ik om deze 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. Dan zie je dat het gewoon mooi geleidelijk verdeeld is. Om jullie even een indruk te geven van wat ik nog over heb van de bol, voordat ik die 3 toeren met granny stokjes ga haken. Dit is wat ik over heb. Dus de helft van de ene laatste kleur, zoals ik het altijd noem, en de laatste kleur. Dus bij 6,5 ga je beginnen. Eén zo'n candy heeft 7 kleurwisselingen. Dit was de 6e en dit is de 7e. Dus bij de halve bol zit jij op de granny toer. Nou, heb je alleen nog een flubberig dingetje over, dus rustig afwikkelen, want soms dan wil het draadje van binnenuit er al uitkomen. Daar heb ik nu dus last van. Kijk, hier is die. Dus begeleid het draadje even, anders zit je straks in de knoop. Hier is de volgende. Daar 3 stokjes in. 1, 2 en nummer 3. Hier 3 stokjes in. 1, 2, 3. Nou, die sla ik over en dan ga ik hier om die vaste weer 3 stokjes haken. 1, 2 en nummer 3. En de volgende losse ruimte, dus de open ruimte, maak ik ook 3 stokjes in. En dan kom je precies uit in de hoek. Nou, dat is mooi, want dat moeten we ook hebben. Nu zijn we bij de hoek. En dan gaan we de eerste, dat is in die lus hier, 3 stokjes haken. Dus op de eerste stok van deze toer haak je dus 3 stokjes in. 1, 2, nummer 3, 2 lossen. Plus nog 3 stokjes erbij. 1, 2 en nummer 3. Nu heb je gelijk een mooi hoekje gecreëerd. Nu gaan we langs een lange toer haken. Dat is de opzetstoer waar je wel hakend stokjes op hebt gezet. En het voordeel daarvan is dat je precies mooi door de steek heen kan gaan. Wat doe je? Je slaat 2 steken over. Dus 1, 2 sla je over. En in de derde haak je 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. Slij we 1, 2 over en in de derde haak je 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. En dat blijf je herhalen tot je bij de volgende hoek bent aangekomen. Dus je gaat nu over de lange zijde haken. Je slaat 1, 2 steken over en in de derde haak je 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. Dat blijf je herhalen deze toer. Dus je slaat weer 1, 2 steken over en in de derde weer 3 stokjes. Ik heb de toer afgehaakt en we gaan de hoek om richting de korte kant. 1, 2 steken overslaan en hier is de derde steek. Dit is tevens de 4 lossen die je opgehaakt hebt als start. Nou, daarin maak je als eerst 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3.
En aangezien deze drie stokjes in de hoek zitten, gaan we daar twee losse bij haken. Plus in diezelfde steek nog drie stokjes erbij. Eén, je ziet dat ik het draadje langs mijn werk leg, dus die kan ik zo gelijk wegwerken. Dus nummer 2 en nummer 3. Nu slaan we de toer hier over en dan gaan we op de volgende drie stokjes haken. 1, 2, 3. Dan slaan we die toer over en om die vaste hierheen maak je weer drie stokjes. Dus je herhaalt nu waar je mee begonnen bent, alleen in de tegenovergestelde richting. Overslaan en in de volgende drie stokjes. 1, 2, overslaan, hier drie stokjes. 1, 2 en nummer 3. Nou, zo ga je dus door, totdat je hier weer in de hoek bent. In de hoek maak je weer drie stokjes, twee losse drie stokjes. En dan ga je weer twee steken overslaan. En weer drie stokjes in de volgende, twee steken overslaan, drie stokjes in de volgende. Enzovoort, enzovoort, totdat je toer rond is gehaakt. En dan zie je mij terug bij het begin waar we gestart zijn, dus waar we nu gaan eindigen. En dan ga ik met jullie samen de toer afsluiten en de start laten zien hoe je de nieuwe toer start en dan kun jij doorgaan. En we samen nog even de hoek doen, hier, vanaf de korte kant. Ik heb nu dus alle steken evenredig verdeeld, zoals ik in het begin ook gedaan heb. En dan gaan we samen nog even in de hoek doen. Je zoekt hier die derde lus op van de drie lossen waar je de toer mee gestart bent. Deze toer. En daarin haak je drie stokjes. Dus 1, 2 en nummer 3. Twee lossen plus nog drie stokjes erbij. En het is heel belangrijk dat je dat in je derde losse doet en niet bovenop het stokje ernaast. Anders klopt jouw aantal niet meer. Ik zal het even laten zien. Hier is niet de eerste steek, maar hier is het drie losse. En dit is de derde losse, tweede, eerste. Het is belangrijk dat je daarin het hoekprofieltje maakt en dit is je tweede steek en dit is je derde steek. En hierin ga je door met de volgende waaiermotief. Dus de granny steek, sorry. Dus je slaat 1, 2 over en in de derde haak je weer drie stokjes. 1, 2, 3. En weer 1, 2 overslaan en in de volgende weer drie stokjes. 1, 2 en nummer 3. Nou, dat ga je herhalen en dan zie je me terug aan het einde van deze toer. Ik ben bij de hoek aangekomen, we gaan de toer afsluiten. Hier zijn we gestart. In die losse hier, in dat gaatje, gaan we nog drie stokjes haken om hier ook een hoekje te creëren. Dus 1, 2 en nummer 3. En nu gaan we sluiten in die derde losse. Maar twee losse ketting. Een twee losse ketting staat gelijk aan een half stokje. En om nou mooi en precies in het midden te starten en niet met halve vaste door te hoeven gaan naar het gaatje hier, gaan we sluiten met een half stokje in de derde lus. Dus 1, 2, 3. Hier is de derde lus. Steek je in en haal je hem in één keer door. Wat er nu gebeurt is dat je precies in het midden zit. Kan je gelijk starten met je volgende toer. 1, 2, 3 los voor het eerste stokje en dan start je gelijk als deze. Dus nog twee stokjes erbij. 1 en nummer 2. En dan ga je door naar de volgende hier. En daar maak je weer drie stokjes in. 1, 2
en nummer 3. Nou, zo ga je door. Dus tussen elke groepje van 3 stokjes in maak je weer 3 stokjes. En hier in de hoek maak je hetzelfde. Dus 3 stokjes, 2 losse, 3 stokjes enzovoort. Als je dan weer terugkomt, maak je nog 3 stokjes in die losse ruimte hier. Dus in die ruimte tussen de 2 groepjes van 3 stokjes in. En sluit je de toer weer met een half stokje in de derde losse. En start je weer hetzelfde als je hier gestart bent. En dan kan je stoppen en dan is je garen zo goed als op. Herhalen tot de sjaal klaar is en ga je nu zien hoe die geworden is.